de kreeft. Volgens Peter Goossens komen de beste uit de Oosterschelde. Maar de vangst op de blauw-zwarte kreeften is streng gereglementeerd. Enkel van 1 april tot 15 juli mogen ze gevist worden. Alleen duurzame vissers krijgen een licentie. Gerry is zo'n duurzame visser. Dag Gerry, goedemorgen. Goedendag, goedemorgen. Mooie dag, hè? Mooie dag. Om het water op te gaan? Dag na dag, ja. Wat gaan we doen eigenlijk? We gaan proberen kreeften te vangen. Oké. En dat gaan we met die boot doen? Dat gaan we met die boot doen, ja. Ja. Op. Dit is een familiebedrijf. Gerry is de zoon die de zaak stilaan overneemt en Jan helpt op de boot. Dus dat zijn echt wel wilde beesten, hè? Dit is geen boerderij van kreeften? Nee, nee, dat zijn echt hele wilde beesten. Ja. En waarom leven die precies hier en niet 100 meter verder? De helling van de dijk, daar zitten de gaten. Dat is wat zij, waar zij willen wonen? Ja, gewoon tussen de stenen, gaten. Als ze maar wat kunnen vinden waar ze weg kunnen kruipen. En waar er voldoende voedsel is, daar zitten ze graag. Elke dag laten de vissers enkele korven te water om de volgende dag te komen kijken hoeveel kreeften er ingezwommen zijn op zoek naar vis. Zullen we zien? We zullen eens kijken. Dat is goed. Kreeften houden niet van zoet water en niet van zand. Maar sinds de Oosterschelde zout is geworden en rotsen liggen, floreert de kreeft. Als alle nieuwe korven liggen, kunnen we kijken naar die van gisteren. Zie je, zo mooi. Ja, het is helemaal vol, hè? Ja. Elke kreeft die in de korven zit, mag mee van boord. Ja, dan gaan we rond de 500 gram beginnen ze dan zoiets. Die mogen we meenemen. Plus de eierdragende kreeften, die gooien we terug. Die mogen we niet meenemen. Maar in de meter op het schild meten ze dan. 87 mm op het schild. We gaan het vanuit de oogkast. Tot hier. Dus deze is net goed. Ja. Hey, hij heeft mij al te pakken! Dat gaat goed zo! Kom aan, man! De kleintjes zijn het afgezien, hè? Dit is de mannetje, dit is het vrouwtje. Oké, okay. En de staart is breder. De staart van het vrouwtje is breder. Dus die agressieve die aan mijn broek ging, dat was een vrouwtje. Dat was een vrouwtje, ja. Dat heb ik nu altijd. Dat is niet verkeerd, hoor. Maar meestal moet die nakijken. Eerst wordt het zwart, nu. Daarna wordt het donkerrood en dan wordt het steeds lichter. Ja, ja. Als het tegen licht rood of oranje een beetje aanzet, dan raakt ze het kwijt. Dan scheidt het af, zou ik maar zeggen. En dus deze, die moet er terug in? Ja. Zeker? Die gooi je altijd zo weg, op deze manier. Kijk, er gaat nog geen zaad vermoorden. Ziet er al een behoorlijk knaap uit. Krijg je al 2 kilo. 2 kilo? Ja. Deze hoef je niet te meten. Deze hoef ik niet te meten, nee. Nee, dat is geen twijfel aan. Dus je binden. Nee. Nu? Maar eigenlijk is dat traditie, hè. Is dat zo? Ja, ja, ja. Oké, okay, ja goed. Doe het mij 1 keer voor en dan doe ik hem. Oké. Ik blijf verdwaaien. Ziet er doenbaar uit. Zijn de scharen eigenlijk gevaarlijk? Het is niet lekker. Het is niet fijn. Nee, het is niet fijn. Maar het is niet dat we een vinger afbijten. Dat niet, nee, maar hij gaat wel bloeden. Gaan we bloeden? Ja, dat gaan we vermijden, hè? Ja, dat moet je, dat zou ik zeker doen. Hey, dat is je vriendin, dit? Ja. Tot daar ongeveer? Ja, prima. En deze doet me niks meer. Nee, die doet je nou niks meer. Nee. Hoeveel kosten die nu eigenlijk? Op een gemiddelde prijs van in een jaar zit je rond de 20 euro de kilo. Gemiddeld. Ja. En in vroeg in het seizoen wat duur, meer waarschijnlijk. Duurder, ja. Omdat er minder zijn dan. Kunnen tussen de... En is dat wat jij ervoor krijgt of wat wij ervoor moeten betalen?
wat wij ervoor krijgen. Wat jij ervoor krijgt? Ja, 120. 120. En hoe bewaar je die nu? Want jij hier op je boot? Blijf hier in de boot hier. In de bun. Onder in de boot zit een reservoir dat vers water opschept en waar de kreeften gewoon in zwemmen. Daar gaat hij. Hoe maak jij dat klaar eigenlijk? Gewoon koken met water en met zout. Dat is nog het beste. En lekker mayonaise erbij een beetje, niet te veel. Nee. Dan proef je alleen mayonaise. Maar ja, dan vind ik ze het beste. Ja. Maar dan proef je ook kreeft. Zo hoort het. Ja, als je dat eenmaal gegeten hebt, dan weet je echt wel wat een goede Oosterschelde kreeft is of een andere kreeft. Ja. Ja. Dan zal ik niet zeggen dat die slecht zijn natuurlijk, want dat is helemaal niet zo. Er is wel echt wel verschil in kreeft. Ja. Dat weet ik 100% zeker. Ja. Voor mij hoef je geen Canadees voor te schotelen en zeg van dat ze een Oosterschelde kreeft. Daar trap je niet in. Daar trappen ga ik niet in trappen, nee. Nee, dat weet ik 100% zeker. Ja. Is hij blij? Hij is heel blij. Ja, ja, hij kwist ook. Zo. Zo. Jerry, hartelijk dank. Bye. In principe zou Martin hier tevreden mee moeten zijn. Dit is een topkreeft. Intussen is Axel.